Alsjeblieft. Bedankt. Doei. Geweldig. Ik vind het echt raar om mijn eigen stem te horen. Hoe gaat het met jou? Ik vind jou lief. Ik moet zo naar een feest. Zit mijn kroon goed? Onzin, zei de koning. De bananen kwamen in razend tempo achter Toms aardbei aan. Het doel van dit project is om kinderen met een beperking die niet kunnen praten een eigen stem te geven. En dan moet ik allemaal zinnetjes lezen en daar gaan hun de klanken of de woorden of de zinnen uithalen. En dan kunnen die kinderen dat gebruiken om mee te praten. Hoi. En nog... Hoi. Aan de ene kant moesten de kinderen soms de zinnen lezen totaal los van de inhoud, wat een heel moeilijke opdracht is. Aan de andere kant moesten ze soms acteren en op een heel natuurlijke manier de zin voorlezen. Dus, en dat hebben ze heel goed gedaan, alle twee fantastische acteurs. Geweldig! Haar nachtjapon zou vast groen worden. Ik heb er jaren van gedroomd dat er kinderstemmen kwamen. Omdat het voor de kinderen heel erg belangrijk is dat ze een stem krijgen waarmee ze zich kunnen identificeren. En waarmee ook hun ouders en andere leeftijdsgenoten hun kunnen identificeren. De essentie van wat wij willen bereiken is dat kinderen die een handicap hebben niet aan de zijlijn moeten staan, maar voluit moeten kunnen meedoen. En dat is wat dit project mogelijk maakt. Ik vind jou leuk. Ik vind jou leuk. Ik vind het heel speciaal dat kinderen nu dingen kunnen zeggen wat ze eerst niet konden zeggen met mijn stem. Dat vind ik wel heel tof. Ik vind het heel bijzonder dat ik mijn stem aan jullie kan geven. Dus veel plezier ermee en ik hoop dat jullie nu door mij wel kunnen praten.